Even hoor. Goedemorgen, dit is weer een nieuwe vlog van de LIF-groep. Ik ga eens even bij Harm kijken. Die is nog wat aan het testen met het kwartmodeltoren. Eens even kijken, Harm. Zijn er nog vorderingen? Ja, kijk, zoals jullie gezien hebben in het vlogje, was Manix klaar met de prototype. En nu kunnen we gaan testen. Nou, dit is ons modelletje. Nou, we hebben in de toren hebben we koord zitten. Dat zal ik even laten zien. Dat is dit koord. En via het koord komt het water bij het plantje. Het koord zit hier allemaal ingemonteerd. Nou, en het enige wat we nog hoeven te doen is water geven in het reservoir. Dat doen we zo met de liter. Nou, dan loopt het van boven naar beneden. Alle reservoirs lopen vol. En het enige wat we daar nog hoeven te doen is de plantjes hierin stoppen. Zorgen dat de waterreservoirs vol blijven staan. Nou, dan druk je het zo een beetje aan. En dan heb je de toren weer gevuld. Dan heb je de toren gevuld en dan kunnen we verder gaan met testen. Kijken of het met het water allemaal een beetje lukt. Of de plantjes een beetje goed blijven. Oh. Ah, zo'n gevulde toren ziet er goed uit. Ja, en heerlijk, hè. Dus kruiden binnen handbereik, zelfs in de winter. Je kunt buiten zien, de sneeuw ligt er nog. En hoe mooi is het als je in de winter nog gewoon verse kruiden hebt. Dat is een beetje ook het idee van ons. Om het hele jaar dicht bij huis verse kruiden te hebben. De kruiden die je wilt. Nou, helemaal mooi. Dan weten we dat ook weer. Ja. Goed, gaan we weer naar de volgende vlog.